Goedenavond, beste klanten van ASN Bank. Heel hartelijk welkom bij dit webinar, waarin we u een kijkje gaan geven in de keuken van de fondsmanagers. En er staan er twee van hier in de studio. Twee collega's van ASN Bank, Marietta Smit, senior manager duurzaamheid van ASN Beleggingsfonds, en San Lee, hoofd portfolio management van de ASN Beleggingsfondsen. Even kort voorstellen, Marietta, ben je al lang bezig op dit terrein van beleggen en duurzaamheid? Sinds 2003 ben ik eigenlijk betrokken bij de ASN Beleggingsfondsen. In eerste instantie als duurzaamheidsanalist bij SNS Asset Management, wat toen heel veel werk voor ASN, de ASN Beleggingsfondsen deed. En sinds 2008 werk ik bij ASN. Daarvoor heb ik ruim 5 jaar gewerkt binnen private banking als beleggingsadviseur en vermogensbeheerder. Maar het eenzijdige focus op financieel gewin, dat stond mij op een gegeven moment heel erg tegen. Ik kan erg slecht tegen onrechtvaardigheid. En ja, toen heb ik besloten een switch te maken naar de duurzame hoek. En het is natuurlijk ontzettend fijn om bij ASN uiteindelijk te kunnen werken. Een bank die echt intrinsiek met duurzaamheid bezig is. Dus ik ben heel blij dat ik daar een bijdrage kan leveren. En was dat voor jou ook de reden een jaar geleden om te gaan solliciteren? Ja, eigenlijk voor een groot deel wel. Ik ben sinds eind jaren 90 actief in de financiële sector. Ooit begonnen als macro-econoom bij ABN AMRO. Maar al heel snel de switch naar beleggen gemaakt. Want, dat trok mij ontzettend. Maar afgelopen jaar ook heel veel met duurzaamheid bezig geweest. Onder andere bij Morningstar de zogenaamde sustainability ratings helpen introduceren. En ik was ontzettend blij dat ik inderdaad vorig jaar de gelegenheid kreeg om naar ASN over te stappen. Ik heb nog geen dag spijt, kan ik zeggen. Ja, fijn. Nou, fijn dat jullie er zijn. Als representanten van een heel team wat achter jullie staat en wat met elkaar werkt aan de fondsen. We willen u wel heel duidelijk maken dat dit webinar echt alleen bedoeld is ter informatie. U moet het niet zien als een aanbod om te gaan beleggen of als een advies in beleggen. Beleggers moeten zich altijd goed laten informeren over de risico's van beleggen. En daarbij helpt het om verschillende informatiebronnen te raadplegen. Ja, waarom doen we dit? U bent belegger in een van de ASN-fondsen. Die koers die gaat omhoog, die gaat omlaag. Dat kan ons natuurlijk best nerveus maken. Ik weet er alles van. Maar hoe komt dat? En hoe zorgen de mensen van ASN-beleggingsfondsen dat het allemaal ook weer goed komt? Ja, dat mag ik al niet eens zo zeggen. Maar hoe werken ze daaraan? Hoe zorgen ze dat het ook echt duurzaam is? Dat gaan wij u laten horen in dit webinar. En het kan natuurlijk ook toe leiden dat u soms denkt, oh, die koersen, moet ik nu aankopen of moet ik verkopen? Wat is wijsheid? En dan is het wel fijn om te zien hoe er binnen die fondsen over nagedacht wordt, hoe de beslissingen genomen worden. En we hopen dat u dan aan het eind van dit webinar weet hoe die keuzes tot stand komen voor bedrijven die al dan niet in het duurzame fonds terechtkomen. Hoe ze worden geselecteerd ook op hun financiële prestaties. Hoe de collega's de boel goed in de gaten houden en zelfs een beetje proberen de goede richting op te sturen. Met als effect zodat u rustig achterover kan leunen met een goed gevoel over uw beleggingen. Een paar huishoudelijke mededelingen. We vinden het natuurlijk leuk als u dit webinar wilt delen op social media. U kunt daar de hashtag ASNBank of @ASNBank voor gebruiken. Mocht het om de een of andere manier niet lukken om dit nu af te kijken, vanaf morgen staat het webinar op de website van ASNBank. We gaan u ook regelmatig wat vragen stellen, dus we willen graag dat u meedoet, actief. En u kunt zelf ook vragen aan ons stellen die we in de studio proberen te behandelen. En we kunnen daar natuurlijk maar heel beperkt op ingaan, omdat we zelf ook heel wat te vertellen hebben. Maar u krijgt toch wel een antwoord op een andere manier rechtstreeks. Dat is weer de service van de ASN Bank. De onderwerpen in dit webinar. 4 verschillende onderwerpen. Het voordeel van een beleggingsfonds ten opzichte van andere opties. De manier waarop we bedrijven selecteren. Hoe we de fondsen beheren en hoe bedrijven beïnvloed worden. Dat zijn de 4 topics die in dit webinar aan bod komen. Allereerst een vraag aan u. We zijn eigenlijk benieuwd, dat zal ik dan ook doen. Waarom heb je eigenlijk aangemeld voor dit webinar? Er staan hier 4 antwoordmogelijkheden. En terwijl je je keuze maakt en wij wachten op de uitslag, ga ik toch eerst even me omdraaien naar San. Want het zijn natuurlijk hele bijzondere tijden. Hè? Corona en vandaag deze week natuurlijk ook weer spannende week. Hoe is het bij jullie gegaan in die tijd?
Nou ja, laten we zeggen dat het natuurlijk heel bijzonder inderdaad, maar zelfs misschien bizar is de periode hè, waar we nu in leven. Dat hebben we allemaal nog nooit echt meegemaakt. Ik denk dat aan de ene kant het menselijke leed natuurlijk op net gewoon ontzettend groot is bij heel veel mensen. Hè, mensen verliezen naasten, verliezen hun baan, dus dat is natuurlijk heel vervelend allemaal. Als ik even een switch maak naar de financiële markten, nou, dan kijk ik even terug naar het begin van het jaar vooral. Dan zagen we dat de beurzen natuurlijk ontzettend hard onderuit zijn gegaan. Vooral in maart, april. Dat was vaak met 30-40%. Dus dat was natuurlijk gigantisch. Je ziet dan toch dat die onzekerheid, hè, die angst die in de markt komt. Mensen weten niet waar ze aan toe zijn. Mensen weten niet wat er gebeurt. Ja, dat heeft dan zo'n effect op aandelenmarkten. Wij hebben op dat moment natuurlijk ook het echt wel heel druk gehad. We hebben alle portefeuilles eigenlijk gecheckt. Gekeken of zijn ze corona-proof. Wat zit er in die portefeuilles? Willen we dat zo houden? Maar ik denk ook vooral naar de kijkers, naar de beleggers. Ja, dit is natuurlijk heel bizar. En je zag ook dat mensen door die angst toch deels begonnen te verkopen. Dat verklaart ook voor een groot deel die koersdruk. De vraag alleen is, hoe verstandig was dat? Als je nu kijkt naar de koersbewegingen die weer omhoog gaan. Nou, er is een mooi patroon in te zien. Ik vind dit een heel leuk plaatje. Misschien kun je hem even kort toelichten. Nou ja, ik denk het plaatje geeft heel duidelijk die emoties aan. Ja. Die beleggers, wij allemaal als mens meemaken. Dus aan de ene kant euforie op het moment dat je iets koopt dat omhoog gaat. Dus dat is dan een bevestiging dat je iets goeds hebt gekocht. Ja, dan zie je vaak dat zo'n koers op een gegeven moment weer wat begint te dalen. Nou, dat is in het begin, denkt men, goed moment om weer bij te kopen. Dus dat zie je ook in dit plaatje. Maar op een gegeven moment, als die koersen dan zo omlaag gaan, en vooral wat we dan in maart, april zagen, dan gaat het natuurlijk zo hard dat mensen op een gegeven moment denken, ik weet gewoon niet wat ik moet doen, ik verkoop alles. En dat zijn juist vaak de momenten dat de koers weer omhoog gaan. Dus eigenlijk is de crux van dit plaatje dat angst, emoties een hele slechte raadgever zijn voor beleggers. Dat je moet proberen, hoe lastig ook, toch weer je ratio daarin terug te vinden. Dus het echt timen van het in- en uitstappen is gewoon heel lastig. Ik denk dat de meeste mensen dit wel herkennen. Ja, ik vind het heel herkenbaar. Het is wel spannend, want het gaat toch vaak om, in mijn geval, mijn pensioenbeleggingen. Nou ja, bijvoorbeeld. Maar wat. Ja. Maar goed, het volgende plaatje geeft dan wel weer wat nachtrust? Nou ja, ik denk het wel, want dit is natuurlijk historie en we weten niet of dit ook in de toekomst. Maar als je kijkt naar de afgelopen 100 jaar beleggen, dan zien we hier de Dow Jones, Amerikaanse index, die uiteindelijk toch omhoog gaat. Weliswaar met horten en stoten, maar dat is ook echt wat bij beleggen hoort. Helaas is er geen rechte lijn omhoog, dus we hebben altijd te maken met positieve markten, negatieve markten. Ik denk het plaatje laat heel duidelijk zien dat geduld en lange termijn uiteindelijk het belangrijkste zijn bij beleggen. Ja, heel goed. Dankjewel. We hebben jullie stemmen binnengekregen. De meeste mensen willen toch wel weten hoe de fondsmanager zorgt voor rendement. San, dus daar mag jij zo nog op ingaan. Maar evenveel willen weten hoe ASN duurzame bedrijven selecteert. Ook een hele grote groep, Marietta, de afdeling. Ik wil weten wat de fondsmanager doet, 19%. Nou, u wordt ook zeker bediend. Ik wil meer horen over de bedrijven die in mijn ASN-fonds zitten. De kleinste groep. Alleen dat is denk ik niet waar we in dit webinar al te veel op in kunnen gaan. Maar als mensen daar nou meer specifiek over willen weten, denk ik dat ik jou even aan moet kijken, Sam. Kunnen ze dat wel ergens opzoeken? Of, Ja, zeker. Ik denk onze website die biedt ontzettend veel informatie. Dus ik denk dat vooral die vraag, daar kunnen ze zeker antwoorden. Ja. Maar ik denk dat de rest van de vragen, daar komen we vandaag zeker aan bod om die te bespreken. Ja, goed. En uiteraard zullen er ook allerlei voorbeelden genoemd worden van bedrijven die wel of niet opgenomen worden en waarom. Dus beestjes worden zeker bij de naam genoemd vanavond. Dank u wel voor uw antwoord. Eens even kijken. We gaan naar het eerste onderwerp van onze agenda. En wat is nou het voordeel van een beleggingsfonds, San, ten opzichte van, sparen, maar ten opzichte van zelf beleggen, denk ik, hè? Ja, goed, hè. Met beleggingsfondsen kan je ook zelf beleggen. Maar ik denk het onderscheid wat we hier maken is tussen beleggen in individuele aandelen versus in een gespreid fonds. Mm-hmm. Het woord zegt het al. Ik denk
voor mij is spreiding is echt wel een soort van toverwoord bij beleggen in beleggingsfondsen. We zeggen altijd spreiden is verblijden. Nou, het voorbeeld zie je hier denk ik heel duidelijk. Dat als je in één bedrijf belegt, nou, dan kan het heel goed gaan. Hè, als je geluk hebt, maar ja, er is ook een kans dat het wat minder goed gaat. En dat kan zijn omdat het bedrijf producten maakt die niet meer populair zijn. Denk aan een bedrijf als Kodak. Vroeger hadden we allemaal zo'n camera, maar tegenwoordig bestaat het bedrijf nauwelijks meer. Maar denk ook aan fraude. Daar zie je ook in het verleden hebben we gezien dat een bedrijf als Enron door fraude uiteindelijk helemaal failliet is gegaan. Dus ja, er zitten best wel wat risico's aan het beleggen in één of slechts een handvol bedrijven. Terwijl als je in een beleggingsfonds, dan heb je dat gespreid over veel meer bedrijven, verschillende regio's, verschillende landen, sectoren. Dus ja, dat echte risico dat één bedrijf, zeg maar, belly-up gaat, failliet gaat, dat verklein je. Plus, je kan als het goed is ook bedrijven vinden of een fonds hebben die het juist heel goed hebben gedaan. En ik denk dat het volgende plaatje laat dat heel goed zien. Daar zien we bijvoorbeeld, dit zijn dan de grootste stijgers en dalers van de bedrijven in ons duurzaam aandelenfonds. Je ziet al hoe groot, hoe wijd die spreiding is qua performance, prestaties. Nou ja, ik denk dat de belegger die het bovenste rijtje met de positieve uitslagen. Ja, dan moet je best wel geluk hebben als je alleen maar die 10 namen had geselecteerd. Ik denk dat er ook best wel meer mensen zijn die dan toch wat minder gelukkige hand hebben. En ja, goed, weet je, met het gespreid beleggingsfonds heb je misschien niet alleen maar die winnaars. Dat is dan wel, daar moet gewoon reëel zijn. Maar ik denk wel dat, doordat je gespreid bent over zoveel verschillende titels, verschillende bedrijven, dat je in ieder geval die risico's veel meer uitsluit en uiteindelijk ook wel gewoon mooie rendementen kan behalen. Ja, iets minder spannend, iets minder uitschieters, maar weer wat meer stabiliteit, rust en zekerheid. Ja. 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 Is dan die spreiding het allerbelangrijkste, het enige belangrijke? Nou, ik denk dat die wel het belangrijkste is, als je kijkt. Maar ik denk een ander heel groot voordeel is ook dat je als je een beleggingsfonds koopt, dan koop je ook de kennis, kunde en ervaring van de fondsbeheerder en zijn of haar team aan analisten. Dat zijn vaak mensen die, zoals je hier op het plaatje ziet, vaak met na 6 schermen voor hun neus zitten. En echt al het nieuws wat plaatsvindt, wat gebeurt, ook tot zich nemen, dat analyseren. Dus deze mensen zitten er echt bovenop. Dus ik denk dat dat een ander groot voordeel is van een beleggingsfonds. Ja, nog eventjes, want het was ook interesse in jullie werk. Jij bent dan een portfolio manager en dan heb je een fondsbeheerder en een wat is het verschil en hoe ziet je team eruit? Kun je er kort wat van zeggen? Ja, zeker. Nou ja, goed. Marietta is onderdeel van ons team. Zij houdt zich dus vooral bezig met duurzaamheid en die analyses. Maar we hebben ook inderdaad fondsbeheerders die op de verschillende fondsen die wij hebben er bovenop zitten. Dat zijn dan onder andere het aandelenfonds, maar ook ons microkredietfonds, ons groen projectfonds. En ik mag dat hele mooie team aansturen. Ja. Ervoor zorgen dat we zowel qua duurzaamheid als qua financieel rendement hele mooie prestaties neerzetten. Ja. Leuk. Nou, we gaan nu verder kijken naar hoe dan die bedrijven op duurzaamheid geselecteerd worden. En nou ja, als het dan gaat om de mensen die bij jullie werken, misschien kan jij daar ook nog even kort wat over zeggen. Tweede onderdeel van onze agenda en dat is, zo selecteren wij de bedrijven, Marietta. Ja, dat bij de ASN Bank, daar begint alles met duurzaamheid. Dat is echt de allereerste stap, de selectie van bedrijven op basis van het duurzame beleid en de duurzame prestaties. En dan de volgende stap is pas dat we echt kijken naar de financiële aspecten van een bedrijf. En ik denk dat dat toch wel een vrij unieke methode is. En het heeft ook als belangrijke voordeel dat we dus nooit een afweging hoeven te maken tussen duurzaamheid en rendement. Ja, nou hoe dat precies werkt, daar gaan wij heel uitgebreid op in. Want dat is natuurlijk ook wat u graag wilt weten. Maar ik wil even een kijkersvraag voorleggen aan jou, denk ik, Stan. Een van jullie vraagt zich af, ja, mooie vraag. Was het nou niet beter geweest om vlak voor de coronacrisis uit de beleggingen te stappen en meteen daarna weer erin? Zijn we al daarna of niet meer daarna? Dat is trouwens ook weer een punt. Mm-hmm. Maar ja, Stan. Ja,
Eigenlijk natuurlijk wel. Hè? Ja. Dat zou het beste zijn. Ja. Alleen, hoeveel mensen hebben een glazen bol, hè, die aangeeft van wanneer dat moment is? Ik denk dat we allemaal best wel verrast waren, hè, door wat er nu gebeurd is. En dat geldt eigenlijk ook voor crisissen die we in het verleden hebben gezien. Die zagen mensen toch niet echt helemaal aankomen. En vooral ook het aankoopmoment is dan best moeilijk te timen. Hè. Is dat vandaag inderdaad? Is dat morgen? Is dat over een week? Ja, hè, wie het weet mag het zeggen. Ik denk wat dat betreft, beurscrisissen horen gewoon bij beleggen. Hè, wat we ook in dat eerdere plaatje zagen met die hele lange termijn. Ik denk het goede nieuws is dat we eigenlijk altijd wel gelukkig herstel zien. Hè, en dat de koersen na verloop van tijd op een gegeven moment weer omhoog gaan. Dus echt dat goede instapmomenten is heel lastig. Ik denk zelfs, en dat doe ik ook voor onze kinderen bijvoorbeeld, hè, is periodiek beleggen. Hè, waarbij ik eigenlijk zonder dat ik naar de koersen kijk, elke maand een bepaald bedrag inleg. En op die manier ook spreid qua aankoop. Tijden, maar ook qua aankoopkoersen. En dat is eigenlijk, als je vooral... Je hebt zelf ook niet vlak met de corona je kinderen eruit getrokken. Zeker niet, nee. Trouwens nog een vraag eigenlijk, die erop ingaat. Die pak gelijk even mee van Ton. Dankjewel voor je vraag. Kun je een koersval aanzien komen? Nou ja, dat is eigenlijk ook een hele goede vraag. En denk ook vergelijkbaar met de vraag die ervoor is gesteld. Kijk, er zijn soms indicatoren of factoren waarvan je denkt, dat kan niet goed gaan. Maar dan is er toch weer iets. En dat kan afgelopen jaren bijvoorbeeld zijn centrale banken zijn heel actief geweest om de financiële markt te stabiliseren. Dus dan denk je, er zijn heel veel indicatoren die wijzen op bijvoorbeeld een koersval. Maar dan komt er als een soort duveltje uit een doosje een centrale bank die door de rente heel enorm te verlagen. Dus het blijft... Zelfs big data helpen niet om het precies... Nee, helaas. Niemand heeft die waarheid en niemand kan er dan ook weer misbruik van maken, zou je kunnen denken. Precies. Ja, het is een beetje een fair game op die manier. Ja, ja, leuk. Ja. Dank je wel voor je antwoord en dank jullie wel voor de vragen. Goed, we waren bezig met hoe selecteert de ASM Beleggingsfonds dan die duurzame bedrijven. En daar gaan we nu dieper op in. Mariette. Ja, de selectie van duurzame bedrijven. Hoe doen we dat nu uiteindelijk in de praktijk? Nou, als wij een bedrijf onderzoeken, dan kijken we altijd eerst naar het beleid van een bedrijf. Op basis van de activiteiten en waar een bedrijf actief is. Dan kun je de duurzaamheidsrisico's uit afleiden. En we kijken ook hoe een bedrijf in de praktijk opereert. Nou, een bedrijf wat uiteindelijk in onze lijst van goedgekeurde bedrijven komt, die beoordelen we eens per 4 jaar volledig. En we volgen continu de berichtgeving rondom die bedrijven. Dus als er bijvoorbeeld een vervelend bericht over een bedrijf naar boven komt, dan kunnen we dat meteen oppakken en bespreken we dat binnen ons team. Daarnaast hebben wij 6 keer per jaar een investeringscomité waar zo rond de 250 bedrijven alleen op basis van duurzaamheid worden besproken. Het is een team van analisten, wat voor ons, is een vast team, wat voor ons het duurzaamheidsonderzoek doet. En zij geven ons uiteindelijk advies en wij voeren daarbinnen dat investeringscomité de discussies over en besluiten zo'n bedrijf goed of af te keuren. En in dat investeringscomité zitten bijvoorbeeld San en ik, maar ook onze directeur Bas-Jan Blom, heeft u wellicht hier ook al eens gezien, ja. En de portefeuille managers. En als we dan naar de volgende slide gaan, de belangrijkste vraag die wij ons eigenlijk moeten stellen, past een bedrijf in die duurzame, rechtvaardige wereld zoals wij die voor ogen hebben? En we hebben maar 1 wereld met z'n allen, dus daar moeten we ook ontzettend zuinig op zijn. Duurzaamheid, wat wij dus de hele dag eigenlijk al doen, is het kiezen van een bedrijf goedkeuren of afkeuren, is dus uiteindelijk het maken van keuzes. En de belangrijkste keuze, denk ik toch, die wij maken, is dat wij belangrijke internationale verdragen en conventies als vertrekpunt nemen. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar klimaat, is een belangrijke pijler van ons totale duurzaamheidsbeleid naast biodiversiteit en mensenrechten. Bij klimaat is bijvoorbeeld het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 een heel belangrijk vertrekpunt. En als je kijkt bijvoorbeeld naar mensenrechten, de universele verklaring voor de rechten van de mens. Nou, en rondom al die pijlers hebben wij dan criteria ontwikkeld. Nou, dat zijn aan de ene kant absolute criteria, dus dat zijn activiteiten waar de activiteiten die een bedrijf eigenlijk heeft, die moeten daaraan voldoen.
En daarnaast hebben we nog relatieve criteria. En zijn het dus bijvoorbeeld activiteiten die wij vinden passen in die duurzame, rechtvaardige wereld van bijvoorbeeld 2050. Dan willen wij ook dat zo'n bedrijf de bedrijfsvoering op orde heeft. Dus dan kijken we ook van hoe gaat zo'n bedrijf nu uiteindelijk met haar werknemers om, met de samenleving waarin ze actief is. En brengt ze geen schade toe, hè, aan de natuur en het milieu. Blijft je dan nog wel wat over? Als je... Nou ja, wel want zeker. Want dat is best wel veel. Nou, er vallen ook best veel bedrijven af. En dat is ook waar, omdat gewoon puur activiteiten gewoon niet duurzaam zijn. Ik zal er zo meteen even een paar voorbeelden van noemen. Aan de andere kant, we hebben wel ruim 300 bedrijven die wij uiteindelijk wel hebben goedgekeurd. En waar we dus via de fondsen uw geld in kunnen investeren. Ja. Maar als we kijken, om het een beetje concreter te maken, activiteiten waar wij dus niet in zitten. Het is bijvoorbeeld kernenergie, hè, weer een actueel onderwerp. Kernenergie heeft toch wel echt een afvalprobleem. Er kleven grote veiligheidsrisico's aan. En daarnaast het uranium wat gebruikt wordt, dat moet ook op gewonnen worden. Nou, een andere activiteit waar wij absoluut een nul tolerantiegrens hebben, dat zijn investeringen in wapens. En dat is niet alleen de productie van wapens, maar het is ook de handel in wapens. En we kijken zelfs zover dat bedrijven die software ontwikkelen waarmee wapens getest kunnen worden, dat is bijvoorbeeld ook een activiteit die we uitsluiten. Dus daar gaan we best wel ver in. En met wapens is het ook wel heel relevant, want nou ja, realiseer maar dat er veel meer burgerslachtoffers uiteindelijk vallen dan mensen die, die als militair actief zijn. Nou, ik heb net verteld wat ons vertrekpunt is, maar we hebben gelukkig ook een richtpunt. En dat is die duurzame samenleving van 2050. En er zijn een heleboel dingen, die activiteiten die daar natuurlijk in passen. We gaan waarschijnlijk de komende jaren nog heel veel innovatie zien. Vindt nu ook plaats, dus daar willen we in investeren. Innovaties die belangrijk zijn voor de transities die we nodig hebben op het gebied van energie, afval, voeding. Maar natuurlijk ook duurzame energie. Maar ook zaken als primaire levensbehoeften. Hè, de toegang tot schoon drinkwater, voedselvoorziening, toegang tot zorg. Dat zijn echt belangrijke dingen waar wij echt wel in willen investeren. Nou, en uiteindelijk resulteert dat in een lijst met goedgekeurde bedrijven. Wij noemen dat ons beleggingsuniversum. Deze publiceren wij ook op onze website. Dat zijn dus die ruim 300 bedrijven op dit moment. En op onze website vindt u ook welke bedrijven per fonds zijn goedgekeurd. Inclusief ook nog een toelichting waarom deze bedrijven zijn goedgekeurd. Alleen dat is dan goedkeuring op basis van duurzaamheidscriteria. Ja. Maar dan zitten ze nog niet direct in het... Dan hoeven ze nog niet in de portefeuille. Nee. Want dat is de tweede stap. Ja, oké. Nou, dat gaan we dan straks doen. Ja. Maar jij bent verantwoordelijk met jouw team voor die eerste stap, dat ze in dat universum terechtkomen waaruit dan de teams bij San kunnen gaan, kiezen op basis van andere criteria. Ja. Even nog iets anders. Bij ASN banken komen vaak vragen van klanten waarom we zelf geen duurzame indextrekker hebben, of waarom ze niet beter in een duurzame indextrekker zouden kunnen beleggen. Kun je uitleggen wat dat is? En dan hebben we er ook nog een poolvraag over voordat we daar op ingaan. Ja. Oké, okay, ja. Een indextracker, of een tracker, een ETF, dat is uiteindelijk niet meer dan een fonds wat een index één op één volgt. Dus de bedrijven die in die index zitten, daar zit zo'n indextracker ETF ook in en volgt de beweging naar boven en naar beneden. Ja, en een van die bekende is iShares. Ja. Daar gaat de volgende vraag over aan u. Wat denkt u? Ik weet niet of u ervan op de hoogte bent, maar waarin belegt die duurzame indextrekker van iShares? In olie, wapens, farmacie, duurzame energie of in alle bovengenoemde sectoren? Eventjes om het begrip duurzame indextrekker kritisch tegen het licht te houden, zullen we maar zeggen. En terwijl jullie dat dan weer invullen, gaan we nog even een vraag beantwoorden. San, ik weet eigenlijk niet of die voor jou is. Een klant die twijfelt tussen beleggingsfondsen of private banking. En die klant verwacht meer rendement te halen via private banking dan via beleggingsfondsen. Hoe kijk jij aan tegen deze vergelijking? Nou, ik denk eigenlijk dat het verschil best wel klein is. Kijk, uiteindelijk wat het belangrijkste is dat je als belegger je doel voor ogen hebt. Dus formuleert daar een strategie. Dat je je risico's goed in kaart hebt, het verwachte rendement, looptijd, allerlei factoren die
dan wel een private banker bij jou opvraagt. Dan wat die je zelf in een soort vragenlijst kan beantwoorden. En dus uiteindelijk is dat risicoprofiel is het belangrijkste. Want dat geeft gewoon voor jou persoonlijk aan hoe al die factoren die ik net noemde bij elkaar komen. Uiteindelijk, een private banker zal je adviseren naar een bepaalde portefeuille of naar een fonds. Dus dan kom je toch weer in dat fonds met die fondsmanager. En ik denk, dan als je het vergelijkt op kosten, dan is een private bank vaak best wel duur. In die end, ik denk, rendementen zijn vergelijkbaar, maar kosten zijn hoger. Zou ik eerder zelf via een goed gespreide beleggingsfonds, bijvoorbeeld een van onze mixfondsen, een goed gespreide portefeuille opbouwen. Dus zo kijk ik er tegenaan. Vind ik ook persoonlijk wel interessant. Ik ga mijn keuzes ook nog eens opnieuw kritisch bekijken. En heel goed dat jullie dat ook doen. Dus even kijken, wat denkt men? Waarin belegt de duurzame indextrekker van iShares? Nou, wapens, olie en farmacie, dat kunnen jullie... Sorry, ik zeg de hele tijd u, maar ik moet jullie zeggen. Jullie die niet voorstellen. Duurzame energie, waarschijnlijk wel. Dat is de overgrote meerderheid. Maar toch ook een derde zegt, ruim een derde van alle bovengenoemde sectoren. Wat is het goede antwoord? Ja, het goede antwoord, dat zijn eigenlijk al die sectoren zitten ook de duurzame indextrackers van iShares in. Dus ik denk dat het wel even mooi is om even aan de hand van... Een beetje een teleurstellende tracker dan. Hè? Want wat heb je nou aan een duurzame indextracker als die uiteindelijk in wapens... Ja. En niemand kan zich voorstellen 0% dat ze in wapens... Nee, dat is een terechte opmerking. Ik denk wel dat we kunnen constateren dat duurzaamheid echt een containerbegrip is. He, dus hoe je duurzaamheid invult, dat is toch voor iedereen anders. Er is niet één definitie voor. Dus ik denk dat het altijd voor je als belegger belangrijk is, als je duurzaam wilt gaan beleggen, om dan echt ook te kijken wat de intenties van een fondshuis zijn, dan wel de intenties van een specifiek fonds, dan wel indextrekker. Mm-hmm. Want er is, zoals je ziet, ik kan het heel mooi even laten zien aan de hand van een voorbeeld. Hey, op deze slide zie je, moet ik ook je zeggen natuurlijk, want ik doe het ook. Zie je in de linker kolom een iShare van de MSCI World, een wereldwijde aandelenindex. En in de rechter kolom, daar is dan de duurzame variant van weergegeven. Dat is de... Ik zou zeggen, zoek de verschillen, maar die zitten er niet zoveel tussen. Nee. En er zitten dus ook allerlei activiteiten tussen die wij in elk geval niet duurzaam vinden. Dus als je in een volgende slide kan ik dat goed laten zien. Hey, hier ziet u dus in de linker kolom weer de hele index van die duurzame, of de top 10 van die duurzame iShares. Nou, en heel veel van deze bedrijven die zijn dan wel betrokken met activiteiten waarvan wij als ASN vinden dat die niet passen in die duurzame samenleving. Dan wel dat het de bedrijven zijn die op papier alles prachtig op orde hebben, maar waar de praktijk toch wel een beetje weerbarstiger is. En waar toch allerlei misstanden plaatsvinden. Nou, als voorbeeld zou ik Apple er even uit willen lichten. Apple is een bedrijf wat, we kennen het ongetwijfeld allemaal van de iPhones en de iPads, computers. Producten die aan de milieukant het prima op orde hebben. Het bedrijf heeft zelf ook een heel goed beleid en dat ziet er prima uit. Alleen er zijn veel misstanden bij toeleveranciers. Heel veel arbeidsrechten schendingen. En voor ons daarom een reden om hier niet in te investeren. Want je verwacht dan toch dat Apple daar invloed op uit probeert te oefenen. Absoluut. Dat kunnen ze ook, denk absoluut. Je, of niet? Ja, je kunt natuurlijk voorwaarden stellen aan je leveranciers. Zij maken jouw producten of laten dan wel onderdelen van je producten maken. Ze hebben natuurlijk vreselijk veel macht. Ja, nee, dat is waar. Dus daarom mag je eigenlijk ook verwachten. En ze stellen ook wel voorwaarden. Alleen wij zien toch in de praktijk dat er toch heel veel misgaat. Dus daar verwacht je eigenlijk wel, wij verwachten voordat wij het geld daarin gaan investeren van onze klanten, dat moet echt veel beter zijn. Ze worden bijvoorbeeld ook heel veel gelinkt aan het gebruik van conflictgrondstoffen. Dat zijn bijvoorbeeld een grondstof als coltan, bijvoorbeeld in Zuid-Congo wordt gewonnen en waar daar de oorlog mee in stand wordt gehouden.
Nou, een bedrijf wat dat bijvoorbeeld heel anders doet, dat is dan toch wel leuk om nog even te noemen. Dat is het Nederlandse Signify. Dat is de oude lichtdivisie van Philips. Mm-hmm. Nou, dat bedrijf is onlangs een Fair Coltan Alliance gestart. Met onder andere Fairphone. Nou, Fairphone is een duurzame telefoon, een Nederlands initiatief. En een grondstoffenhandelaar Glencore, waar zij juist voor willen zorgen dat er eerlijke coltan wordt gebruikt. Dus ja, dat is waarom wij dus inderdaad bijvoorbeeld niet in Apple investeren. Dan hebben we hier nog een vergelijking. Ja. Nou, in deze sheet ziet u aan de linkerkant de top 10 van het ASN Duurzaam Aandelenfonds. Deze publiceren we ook in de factsheets op onze website. Dus top 10 in de zin van de grootste bedrijven? Grootste, best presterende? Belang. Goeie vraag. Ja. Grootste belangen in ons fonds. En die staat dan afgezet tegen die iShares van die duurzame MSCI-variant. Ja, en dan zijn het hele andere lijsten. Het is een hele andere lijst, ja. Dus dat zie je dus hier heel duidelijk. En hier staat bijvoorbeeld een ASML tussen, een Nederlands bedrijf. En dat is een voorbeeld van een bedrijf wat wij bijvoorbeeld hebben goedgekeurd. Voordat ik daar meer over ga vertellen, dan wil ik u eerst eigenlijk even een filmpje laten zien daarover. Trots op mogen zijn. Een Nederlands bedrijf wat dus die machines maakt, waar je chips mee kan maken. En die aan de basis staat van heel veel technologische ontwikkelingen die we nodig hebben. Dus ik denk een hele mooie naam. Bedrijf dat alles ook prima op orde heeft. Bedrijf heeft zelf ook bijvoorbeeld fabrieken in Aziatische landen, waar mensenrechten en het milieu vaak wat minder goed worden beschermd, middels wetgeving. ASML heeft dit echt heel goed in haar bedrijfsvoering doorgevoerd en zorgt er ook voor dat bij haar leveranciers het op orde is. En je ziet dus ook daar heel weinig misstanden in tegenstelling tot een Apple. Nou, moet Apple misschien eens met ASML gaan praten hoe ze dat nou toch voor elkaar krijgen. Want dat kan dan blijkbaar wel. Ja, we hebben hier nog een lijstje. En we zijn benieuwd waarvan jullie denken welk bedrijf is nou goedgekeurd door Marietta en haar team. DSM, de New York Times, Tesla of Nike? En terwijl jullie daar je hersens over mogen buigen, een vraag. En blijf ze stellen hoor, want ik vind het hartstikke leuk om jullie vragen hier aan de orde te stellen. Korte vraag, maar niet zo makkelijk, denk ik. Hoe wordt de koers van het totale fonds nou vastgesteld? Nou ja, eigenlijk is het nog niet eens zo moeilijk. Nee? Wat je eigenlijk doet, hè, op het moment dat je belegt, hè, in een fonds, de fondsmanager koopt een x-aantal bedrijven. En eigenlijk is de waarde, de NAV, is uiteindelijk de optelsom van alle bedrijven die in de portefeuille zitten. Dus die koers past zich ook per dag aan de hand van de slotkoersen van de onderliggende aandelen. En dus die hele grote bak, dat wordt weer gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Dus afhankelijk van hoeveel aandelen in een fonds een belegger heeft, bepaalt ook de waarde van zijn of haar portefeuille. Zo komt eigenlijk de koers. Ja, eigenlijk gewoon een rekensom die automatisch constant gemaakt wordt. Ja, aan de hand van precies de onderliggende koersbewegingen van de bedrijven waar het fonds in zit. Ja. Ja, dus dat is niet iets wat jullie doen. Het is gewoon iets wat Nee, precies. We hebben het ook uitbesteed. Het is meer gewoon administratief. Moet dat gewoon goed geregeld zijn. Ja. Ja, en daarmee ook objectief. Ja. Ja. Goed, bedankt voor de vraag. Dan de uitslag. Welk bedrijf hebben jullie in
goedgekeurd, Marietta. Oh, wacht, ik zal eerst even zeggen wat jullie gezegd hebben. Ik ben heel benieuwd. De meeste denken DSM. Een kwart de New York Times, 20% Tesla en Nike heeft de minste punten gekregen. Hebben ze het goed? Nee. Oh, helaas. Nee, ze hebben het niet goed. Het is de New York Times. Een deel heeft het Zeker, een deel heeft het goed. Een Amerikaans mediabedrijf wat alles echt heel goed op orde heeft. Ik had eigenlijk gedacht dat de meesten van jullie Tesla zouden zeggen, omdat Tesla auto's maakt die elektrisch rijden. Die hebben we dus uiteindelijk niet goedgekeurd, omdat Tesla heel erg vaak betrokken is geraakt bij ook weer arbeidsmisstanden en dan bij ook eigen fabrieken, dus onveilige arbeidssituaties. En er zijn veel meldingen gemaakt bijvoorbeeld van het feit dat medewerkers zich niet mochten verenigen in een vakbond. En dat is toch wel een heel fundamenteel arbeidsrecht. Maar New York Times, mediabedrijven hebben het in deze tijd toch heel erg moeilijk. Is het dan toch een... op duurzaamheid is de goede kandidaat. En rendement is natuurlijk een ander vraag. Ja, dat zijn twee verschillende dingen dan weer. Ja, ik snap het. Ja. Daar gaan we natuurlijk zo over hebben, de financiële selectie. Maar nog wel één leuke vraag tussendoor voor jou, Marietta. Doreen wil dat weten. Als je het vergelijkt met de duurzame fondsen van andere banken, want daar vergelijken wij in Nederland natuurlijk ook onze keuzes mee. Zijn jullie selectiecriteria dan heel anders? Ik denk wat eigenlijk zo net ook al wel wat we aangaven bij die vergelijking met die iShares. Dat is ook een vergelijking die... ik kan niet over alle fondsen spreken. Maar wat we wel vaker zien. Er zijn heel veel fondsen die het plakkaat duurzaam gebruiken. Maar die selecteren, we noemen dat best in class, de beste bedrijven binnen een sector. Maar dat wil niet zeggen dat ook echt duurzame bedrijven zijn. Hè? Binnen de olie- en gassector. Olie en gas is een activiteit waarvan we zeggen, daar stoppen we het geld niet in. Het is zo schadelijk. En als die alle olie en gas gaan verbranden die nog in de grond zitten, dan heeft het hele klimaatakkoord geen enkel effect gehad. Dus zelfs de meest duurzame olie- en gasbedrijf past er bij ons niet in. En die zien wij bijvoorbeeld wel vaak in andere duurzame fondsen. Of bedrijven die echt betrokken zijn bij wapens. Dus er zit wel verschil in. Dus daarom is het ook altijd belangrijk, voordat je gaat beleggen en echt duurzaam wil beleggen, om te kijken, wat zijn de intenties van het fondsenhuis en wat zijn de criteria die ze gebruiken bij de selectie van de bedrijven. Ja. En zitten er van die fanatieke mensen op als Marietta Smit, die dat ook goed bewaken? Ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Ik denk ook dat het, dat is dan wel leuk om toch nog even te noemen. Hè. De ASM-bank bestaat al sinds 1960 en we zijn ook echt vanuit een duurzame ideologie opgericht. Ja. En ons eerste fonds is in 1993 al gestart. En echt met duurzaamheidscriteria. Dus er zit heel veel historie ook al bij ons en er zitten heel veel mensen die hier aan werken. Ja, ze heeft veel ervaring. Ja. Dankjewel voor de vraag. En keep them coming, zouden wij willen zeggen. Goed. We hebben dus nu alle duurzame bedrijven geselecteerd. Die zitten dan in dat universum. Maar wordt dan ook in al die bedrijven komen die automatisch in het fonds terecht? Wordt daarin belegd dan? Nou, ze werkt het niet. We hebben om die reden ook echt die, wat we maar noemen, een tweestapsmethode. Dus we hebben aan de ene kant nu een universum, wat Marietta heeft gedefinieerd en aangegeven wat dan de criteria zijn. Maar een vervolgstap is dat we natuurlijk ook, we moeten ook financieel rendement maken, ook kijken van meer met een financiële bril naar deze bedrijven. En dat doen we eigenlijk op de volgende manier. Als je kijkt dan naar de bedrijven uit het universum, dan kijken de fondsmanagers aan de ene kant met wat we noemen een macrobril, dus top-down naar deze bedrijven. Dus denk aan politieke ontwikkelingen, denk aan wat er met de economische groei gebeurt, met de rente, wisselkoersen, inflatie. Allerlei van dat soort grootheden, want die hebben uiteindelijk toch ook echt wel invloed op bedrijven, op sectoren. Tegelijkertijd kijkt men ook meer micro of bottom-up. En dan kijkt men vooral naar wat voor producten of diensten levert dit bedrijf. Hoe zit het met management? Hoe is de marktpositie, de concurrentie? Hoe vertaalt dat zich in omzet, omzetgroei, winstcijfers? Al deze factoren, zowel dus top-down als bottom-up,
komen bij elkaar. En dat zien we in het hele mooie plaatje. En hè, op die manier brengt dus de fondsmanager eigenlijk het fonds op smaak. Ja. Een beetje een kritische vraag zo van... wat ik dan wel om me heen hoor, dan mensen zeggen... ja, ik doe dat niet, want het levert toch minder op. En dat snap ik ook wel, want net zoals de biologische boter duurder is dan de gewone boter... denk je, ja, de kosten zijn dan hoger, de rendementen zijn minder. Puur idealisme, hoe zie jij dat? Nou, ik denk dat dat echt een achterhaald verhaal is. Als je nu kijkt, ook gewoon wetenschappelijk, er wordt steeds meer gepubliceerd over het feit dat duurzaam beleggen minstens hetzelfde rendement oplevert als niet duurzaam beleggen. Dus wat dat betreft gaat dat verhaal echt niet meer op. Ik denk ook, en misschien kunnen we dat op de volgende slide zien. De ASML slaan maar even over. Okay. Maar dat je ziet dat duurzaamheid en financieel rendement ook steeds meer parallel en hand in hand gaan. Misschien even als voorbeeld, als je kijkt naar wat Mariette al zei, voor de slechte behandeling van je werknemers. Ja, dat kan dan leiden tot stakingen. Stakingen leiden tot disruptie van arbeidsprocessen, oftewel omzetverlies. Dus aan de ene kant zitten er echt gewoon risico's aan, met duurzaamheid op een verkeerde manier om te gaan. Tegelijkertijd aan de positieve kant, als je nu juist vooruit kijkt naar die wereld van 2050 die Mariette schetste, dan zijn er denk ik ook juist heel veel kansen. Want bedrijven die zich voorsorteren op die nieuwe wereld, dat zijn gewoon de kanshebbers en de winnaars van morgen. Dus wat dat betreft denk ik dat je eigenlijk zelfs kan stellen dat met duurzaam beleggen je een beter rendement kan halen dan met niet duurzaam beleggen. Dus dat is echt gekanteld in de loop der jaren. Ja, zeker. Ja, dat is goed nieuws. Was dit het voor wat betreft de financiële selectie? Het is natuurlijk de eerste stap. Hè? Ja. Dus we zijn nu, noem even die portefeuille samengesteld. En wat je vervolgens natuurlijk doet... Is het beheer? Goed, dan weet ik zeker dat je dit blokje klaar was. Dan gaan we naar het volgende blokje. Want het gaat inderdaad over, nadat die selectie dan plaats heeft gevonden... wat gebeurt er dan van dag tot dag? Dan heb ik jou weer het woord, Sander. Wat er eigenlijk gebeurt... en dan hebben we weer dat plaatje met de fondsmanager... die achter zijn of haar zes schermen zit... dat ze niet stilzitten. Op het moment dat ze die selectie hebben gemaakt, dan heb je die portefeuille. Maar vervolgens wordt dus al dat nieuws, zowel die politiek, macro, maar ook wat er met het bedrijf zelf gebeurt, wordt gevolgd. En mede aan de hand van wat er dan gebeurt, zal de fondsmanager besluiten of die in het bedrijf blijft zitten, afscheid van neemt of bijkoopt of wat anders. Wat dat betreft zit ze er dagelijks bovenop en pas aan waar nodig. Ja. Hoe is dat dan afgelopen tijd? Dat is natuurlijk een goede vraag. Toch inderdaad even terug naar corona, of het begin daarvan. Dat was natuurlijk echt die periode die we liet zien met veel angst in de markt. Ik denk dat een van de dingen was dat we echt de portefeuille, of alle eigenlijk fondsen van A tot Z hebben doorgelicht eigenlijk. En wat je dan ziet is dat we veel bedrijven hebben bekeken en aan de ene kant hebben we gezegd van daar willen we wat minder in belegd zijn. Hè, want daar zien we toch vooral risico's. Zoals wat dan bijvoorbeeld? Laten we gewoon kijken naar bepaalde sectoren die achteraf ook misschien echt geraakt zijn. Nu zitten wij gelukkig niet in de vliegtuigwereld. Precies, daar zaten we al niet. Maar er zijn ook andere. En ik heb een lijstje aan voorbeelden. Ik zal misschien eentje noemen. Ja. Dat is in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld. Die staat in het lijstje wat als het goed is zo in beeld komt. Even kijken hoor. Want, het volgende. Of is dat volgende lijstje? Ja. 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 Even hoor. Kijken of de klikker werkt. Ja. Ja, daar komt. Ik heb hier een aantal voorbeelden meegenomen van wat we vooral hebben gedaan ten tijde van die uitbraak van die pandemie. Het voorbeeld dat ik wil noemen hier is bijvoorbeeld de Gym Group. Dat is een sportschoolketen in het Verenigd Koninkrijk. Mm-hmm.
Ja, op zich een heel mooi bedrijf. En ik denk ook vanuit duurzaamheid, Mariette, dat met veel plezier. Want dat staat echt voor gezond leven, beweging. Maar ja, het is een bedrijf waar abonnementhouders elke maand een abonnement kunnen opzeggen. En natuurlijk op het moment dat zo'n crisis uitbreekt en zo'n sportschool dicht moet. Op het moment dat mensen dan echt elke maand kunnen opzeggen. Ja, zo specifiek kijk je daar dan naar. Naar zo'n de kleine lettertjes in het contract. Precies. Dan denken jullie, dat is een risico. Ja. Maar dat gaat het jou nooit eens aan het hart. Dat dan San zegt van dit moeten we toch niet doen. Ja, maar dit is zo'n fijne, mooie. Ben je ook heel coole kikker wat dat betreft? Nou ja, weet je, ik begrijp dit natuurlijk. Dat je er op zo'n manier ook mee om moet gaan. Want het is ook belangrijk dat het geld van onze klanten, dat we dat op een verantwoorde manier beheren. Dus ik begrijp het wel, maar het is jammer om te zien dat gebeurt. Maar ze kunt natuurlijk ook wel weer terugkomen, hè? Absoluut. Ja, precies. Kijk, op het moment dat je nu ziet dat de bepaalde maatregelen weer verlicht worden. En iedereen gemiddeld 5 kilo is aangekomen. Precies, dus een extra reden. Macro-economisch. Precies, dus het is ook echt wel een bedrijf waar we op dit moment weer goed naar kijken. Het heeft het gelukkig ook overleefd. Maar goed, dit is gewoon een voorbeeld van hoe we uiteindelijk toch zo'n 300 bedrijven in heel korte tijd, wat ik net al aangaf, van A tot Z hebben doorgelicht. Om te kijken van aan de ene kant, waar zitten de risico's op dit moment? Maar ook kansen. Kun je er nog een paar uitpakken? Want we hebben van even de interesse in individuele bedrijven. ASML heeft het over gehad. Ja. Dat is dus vanuit duurzaamheid, maar ook vanuit financieel perspectief vind ik het een mooi bedrijf. Het is een bedrijf wat nu al zo'n marktaandeel heeft van 85% in de markten waar ze actief zijn. Maar als je vooruit kijkt naar nieuwe ontwikkelingen als 5G, artificial intelligence. Dan hebben ze op dit moment een marktaandeel van 100%. Dus eigenlijk geen concurrentie. Als je dan kijkt naar de omzetgroei, dan verwachten wij dat toch bijna gaat verdubbelen over de komende 5 jaar. We verwachten ook dat de winst per aandeel zal meer dan verdrievoudigen over de komende 5 jaar. Dus ja, dat is echt een bedrijf wat we naast duurzaamheid ook vanuit financieel perspectief graag in ons fonds willen hebben. En vrij recent hebben we bijvoorbeeld een aantal Canadian Solar, Sinji Solar toegevoegd. Want we zien ondanks de lage olieprijs dat toch de vraag naar zonne-energie nog steeds toeneemt. Dus ook dat zijn bedrijven die we dan naast duurzaamheid ook vanuit financieel perspectief in het fonds hebben toegevoegd. Ja, interessant. Ja, dankjewel. We gaan eens even naar het volgende en laatste agendapunt. Maar eerst nog een vraag aan jullie. Als je nou kijkt, hoe doet mijn fonds het eigenlijk, waar ik mijn geld in gestopt heb? Waar vergelijk je dat dan mee? Vergelijk je dat met de spaarrente of met de AX of met de benchmark van het fonds of een indextrekker? Of vergelijk je sowieso niet? Daar zijn we wel benieuwd naar. Daar gaan we zo verder op in. En ondertussen weer een vraag die jullie ons gesteld hebben. Een vraag van de klant over het inrichten van een eigen beleggingsportefeuille en hoe je het beste kunt spreiden om het risico zoveel mogelijk te beperken. Deze klant geeft aan dat het best ingewikkeld is en vraagt zich af of jullie hem daarbij kunnen helpen. Hele persoonlijke vraag, ja. Ja, maar ik denk wel een hele goede, terechte vraag. Het is eigenlijk wat ik eerder al. Maar waarom zou je dat willen als je zo in zo'n gespreid bedje letterlijk kan stappen als een. Ja. Nou, er zitten nog wel wat stappen voor. Ja. Ik denk het belangrijkste is toch echt, en dat geldt voor alle kijkers. Iedereen is wat dat betreft echt wel verschillend. Dat iedereen voor zichzelf als eerste echt moet gaan kijken van met welk doel ga ik beleggen. Dat kan zijn de studie voor de kinderen, het kan zijn een groter huis, het kan zijn een elektrische boot bijvoorbeeld. Dus dat doel is belangrijk. Het is belangrijk om een horizon voor ogen te hebben. Wil ik dat over 5 jaar of gaan mijn kinderen pas over 20 jaar studeren? Wat voor verwacht rendement heb ik? Wat heb ik nodig aan rendement om dat doel te kunnen behalen? Maar ook het risico. Dus op het moment dat mensen echt wakker liggen als bijvoorbeeld de AEX, die we net zagen, met 3% daalt, dan kan je afvragen, moet ik überhaupt in aandelen gaan beleggen? Dus er zijn heel veel vragen die eigenlijk
iedereen zich primair moet stellen. Maar deze klant zegt, ik wil het risico zoveel mogelijk beperken. Dus dan zeg je nou een heel defensief profiel, precies, toch? Precies, daar komt het om neer. Ja. Hè? Maar dan is het wel minder zo minder rendement dan. Precies, dat hoort dan bij. En kijk, op het moment dat deze klant prima vindt, ja, dan is dat waarschijnlijk een profiel en ook dan een defensief mixfonds wat het beste past bij haar. Maar ja, andere mensen zeggen weer... Waarom zeg je nou haar? Ik dacht dat het een haar was, degene die de vraag... Nee. Oké, sorry. Dat dacht ik. Ja, ben ik echt zo van, vrouwen zijn wat minder risico. Misschien is dat ook wel zo. Hoor. Maar, ja. Goed, dus mixfondsen, en we werden net concreet, sorry. Maar Kijk, dat uiteindelijk kom je dan met je risicoprofiel, waar uiteindelijk al deze factoren bij elkaar komen. Ja, dan zeg je inderdaad van, nou, iemand is bijvoorbeeld zeer defensief of juist offensief. Nou, en ik denk dat wij met de verschillende smakenfondsen die we hebben, op zich voor, nou, ik wil wel zeggen, voor elke smaak hebben we wel een mooie oplossing. Ja. Oké, bedankt voor de vraag. En dan die uitkomsten. Waar vergelijk je de prestaties van het fonds mee? Even kijken, volgende dia. Ja. Eens even kijken. De meeste, nou, het is best wel verspreid. Eigenlijk spaarrente, AEX. En nou, ik maak geen vergelijking. Allemaal rond een kwart. En dan benchmark van het fonds. Maar het wordt eigenlijk niet vergeleken met een EFT of een index tracker. Ja, kunnen jullie wat over zeggen over die vergelijking? En waar vergelijken jullie jezelf eigenlijk mee? Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen de AEX zeggen. Dat, ja, het meest bekende ook, hè? Precies, heel bekend. Ochtends als ik wakker word, of tenminste. Maar als ik op kantoor kom, dan kijk ik ook wat de AEX doet. En het is toch iets waar we deels mee zijn opgegroeid en ook heel bekend mee zijn. Echter, het is natuurlijk een index die zich vooral alleen richt op Nederlandse bedrijven. En ons bijvoorbeeld het duurzaam aandelenfonds is een wereldwijd gespreid fonds. Dus die vergelijking die gaat toch een beetje mank. En dus wij vergelijken ons heel bewust met een wereldwijde index. En ook nog eens een niet duurzame index. En dat komt weer bij het verhaal dat we proberen met ons duurzame fonds niet duurzame beleggingen te verslaan. Ja. We gaan er zo even naar kijken. Ik vind het overigens wel heel logisch om het ook te vergelijken met spaarrente. Want tegenwoordig kijk je natuurlijk ook van, waarom zou ik sparen? Want dat levert echt niks meer op. Dus ik moet bijna wel beleggen. Maar als die spaarrente 5% zou zijn, dan heb je heel andere afwegingen. Ja. Even kijken, jullie eigen... Ja, nou, ik denk dat dit is wel een. Er staat een hoop op die slide. Wat zien we hier? Nou ja, kijk, het plaatje zelf laat de koersontwikkeling zien van het Duurzaam Aandelenfonds. Nou, eigenlijk. In hoeveel jaar? Nou, dan moet ik ook even heel goed in detail kijken. 93, dus het is echt het begin van ons fonds. Dus ook daar, het plaatje dat we eerder liet zien over de Dow Jones. Je ziet dat met piek en dalen zo'n fonds toch uiteindelijk per saldo stijgt. Mm-hmm. Ik denk hier, nou, er staat heel veel op, maar rechtsonder zie je de prestaties vanaf het begin van dit jaar. Nou, daar blijven we wat achter bij die index. Heeft vooral te maken met het feit dat wij niet belegd zijn in een aantal bedrijven die het heel goed hebben gedaan, als een Microsoft, een Amazon, Apple. Typisch bedrijven waar wij dus vanuit duurzaamheidsredenen niet in belegd willen zijn. Kijk naar de afgelopen 10 jaar bijvoorbeeld, dan laten we gewoon prima prestaties zien. En doen we het zelfs beter dan die niet duurzaam index. Dus nogmaals. Lange termijn. En plus dat je met duurzaam beleggen ook zeker niet duurzaam beleggen kan verslaan. Ja, maar kijk je er ook vaak naar van, hoe doen we het en moeten we... Ik denk een stukje beroepsdeformatie dat je... Ik misschien wel dagelijks kijk, maar tegelijkertijd, het is niet iets waar we elke dag over spreken. Want ook voor ons is die lange termijn zo belangrijk. En ik denk dat juist door elke dag, dan gaat de waan van de dag regeren, zeg maar. En ga je misschien bepaalde dingen doen, waar we het eerder over hadden, dat je qua timing en dat, daar zijn we allemaal niet zo goed in. Dus je moet hier ook vooral ook als professionele belegger die lange termijn voor ogen houden. Ja. Lange termijn en ook waar gaan die bedrijven heen? We gaan naar het laatste onderwerp. Heel interessant onderwerp van dit webinar waar Marietta op in zal gaan. Zo beïnvloeden wij bedrijven. Ja. Hoe doen we dat? Ja, wij gaan met best wel veel bedrijven in gesprek. En dat doen we om verschillende redenen. Maar uiteindelijk wil je dat bedrijven gewoon zich beter en duurzamer gaan vooral gedragen.
Nou, zoals ik eerder al aangaf, hè, elk bedrijf onderzoeken wij minimaal 1 keer per 4 jaar volledig. En we volgen de nieuwsberichten continu. En dat kan soms aanleiding geven om met een bedrijf in gesprek te gaan. Als er bijvoorbeeld echt misstanden naar boven komen. En wij kijken dan in hoeverre, hè, wat voor misstand het is. Het kan dus betekenen dat uiteindelijk een bedrijf niet meer voldoet aan onze duurzaamheidscriteria. Wij gaan dan altijd met zo'n bedrijf in gesprek, passen hoor en wederhoor toe. En afhankelijk van een reactie van een bedrijf kan het betekenen dat we het bedrijf misschien uit het universum halen of uiteindelijk wel erin laten. Nou, een andere reden kan bijvoorbeeld zijn dat wij bij heronderzoek erachter kwamen dat een bedrijf niet meer aan onze criteria voldoet, omdat wij bijvoorbeeld nieuwe criteria hebben ontwikkeld. Hè? Want duurzaamheid is niet in beton gegoten. Er zijn veel ontwikkelingen, er komen vaak nieuwe dingen bij. Of doordat er bij het bedrijf iets is veranderd, om wat voor reden dan ook. Ook dan gaan we altijd met een bedrijf in gesprek om te horen hoe dat komt. Of dat zij een nieuw beleid kunnen gaan ontwikkelen en geven ze daar vanzelfsprekend ook de tijd voor. Nou, een andere reden kan bijvoorbeeld zijn dat een bedrijf met haar activiteiten echt past in die duurzame samenleving zoals wij die voor ogen hebben. De praktijk is ook prima in orde, dat geeft geen reden tot twijfel. Maar we zien uiteindelijk nog niet publiek dat een bedrijf goed beleid heeft om risico's te mitigeren. Dus dan gaan we met een bedrijf er ook over in gesprek, want wij willen uiteindelijk wel dat een bedrijf er transparant over wordt en ook laat zien wat uiteindelijk prestaties zijn. Om ervoor te zorgen dat, transparantie, daar begint het natuurlijk mee, omdat je dan met een bedrijf er ook over in gesprek kunt en een bedrijf er ook op kan aanspreken als er dingen niet op orde zijn. En zo kloppen jullie ook wel eens aan bij grote reuzen zoals Unilever. Ja, waar gaat zo'n gesprek over? Ja. Hallo, we zijn hier van ASN Bank, willen we eventjes... Inderdaad, Unilever is ook een bedrijf wat wij in ons universum hebben zitten, sinds ruim 4 jaar... Bedrijf wat een hele duidelijke duurzame strategie, hè, onder leiding van Paul Polman heeft neergezet. Sustainable Living Plan. Hele duidelijke doelen ook heeft gesteld. Maar wij zagen toch ook, hè, hoe vooruitstrevend dat bedrijf ook is. Dat er toch ook nog wel op een aantal vlakken een bedrijf nog wel kan verbeteren. En dat niet alles goed gaat. Hè. Dat is bijvoorbeeld op het gebied van palmolie. Op het gebied van plastic, bijvoorbeeld voor eenmalig gebruik. Dus daar spreken we een bedrijf dan ook aan. Dus en met Unilever zijn we dus ook echt in gesprek daarover. Een ander voorbeeld wat ik nog graag met u wil delen, dat is het leefbaar loontraject van de kledingindustrie. Wat we hebben gezien in de kledingindustrie, in dit plaatje wat u op deze slide ziet, ziet u eigenlijk een aantal cirkels. En daar staan allemaal kledingmerken in. En dit zijn de merken die wij hebben goedgekeurd voor ons beleggingsuniversum. Hoe verder naar buiten een bedrijf is gepositioneerd, hoe beter het eigenlijk scoort op de processen die ze in hun bedrijfsvoering hebben ingericht om ervoor te zorgen dat mensen die onze kleding maken, die wij dragen, dat die mensen uiteindelijk een leefbaar loon betaald krijgen. Een leefbaar loon is niet hetzelfde als een minimumloon. Hè, want dat is in sommige landen hebben ze minimumlonen die ver onder een leefbaar loon liggen. Wat wij hebben gezien, dat er heel veel controversies eigenlijk plaatsvinden. Misstanden, hè, kinderarbeid, het feit dat mensen dus onderbetaald krijgen. Mensen maken hele lange werkdagen, lange werkweken en krijgen daar niet voor gecompenseerd. En we zien dat het een industrieprobleem is. Dus we hebben de discussie gevoerd hebben gedacht, wat gaan we daar hier nu eigenlijk eindelijk mee doen? Hè? Keuren we al deze bedrijven af? Of gaan we proberen deze bedrijven te bewegen, de processen eigenlijk te verbeteren? En dan pakken we uiteindelijk onze rol als belegger daarin. Nou, we hebben voor de tweede gekozen. We hebben een platform opgericht, het platform Living Wage Financials. We hebben daar mensen binnen onze organisatie die daar continu mee bezig zijn en ook alles van af weten. En bij dit platform zijn intussen 15 financiële instellingen aangehaakt en heeft op dit moment 2,6 biljoen aan vermogen onder beheer. Dus dat is best veel. We meten elk jaar waar de bedrijven staan. We delen de uitkomsten van die meting, gaan daarover met bedrijven in gesprek. En je ziet dus ook dat wij daar ook echt gehoord worden bij deze bedrijven. Zo proberen jullie invloed uit te oefenen en de wereld te verbeteren. Ja. In verband met de tijd wil ik je vragen of het ook goed is dat ik de volgende
Sluit heel kort. Ja, ik kan het heel kort. We zien onze resultaten elk kwartaal op de website. Ja, ja, u kunt het daar allemaal teruglezen wat wij elk kwartaal hebben gedaan. Oké. Fijn. Goed, we zijn bijna aan het einde. Nog één polvraag, want we zijn natuurlijk uiteraard benieuwd of we aan uw wensen hebben voldoen. Aan jullie wensen gaan we weer. Heeft het je meer inzicht gegeven in hoe een ASN-beleggingsfonds werkt, hoe de fondsmanagers werken? Ja, samenvattend, hoe gaat dat nou? De experts onderzoeken bedrijven op heel veel duurzaamheidscriteria en hoe ze bijdragen aan een betere wereld. Dan komen ze in een universum. Daaruit wordt de financieel interessante bedrijven geselecteerd. En er wordt met peper en zout goed op smaak gebracht, zodat er een mooie verdeling is in het fonds. En dan wordt het dagelijks bijgehouden of het ook goed blijft gaan. En op basis daarvan worden wijzigingen toegepast. En tot slot probeert ASN Bank ook bedrijven een beetje in de goede richting te sturen, zoals Marietta in het laatste onderdeel heeft uitgelegd. Ja, we zijn bijna aan het einde gekomen. We willen u vragen om een paar evaluatievragen in te vullen. Dat zou echt heel fijn zijn, want dan kunnen wij het ook weer beter doen. En als u het leuk vond, dan horen we het natuurlijk ook heel graag. Tips zijn ook van harte welkom. Morgen kunt u het webinar terugkijken op asnbank.nl. En er zijn heel veel vragen gesteld die we niet hebben kunnen beantwoorden. Maar dat komt helemaal goed, want de ASN-medewerkers gaan alle vragen achteraf beantwoorden per mail. Hele klus, maar dat zijn jullie waard. Eens even kijken, wat hebben jullie geantwoord? De uitslag is 100%. Nou, helemaal niet. Oh nee hoor. Ik zag even 100%, ik denk het wel. Nee hoor, maar een hele grote meerderheid, 2/3 van jullie heeft gezegd, ik denk het wel. 30% zegt, ik wil nog meer weten. Een paar nog niet helemaal. Dus dat is heel erg leuk dat jullie eerste interesse beantwoord is, maar dat er nog behoefte is aan meer. Toch? Dat is heel goed. Nog een laatste stukje tekst dat wij u 3 tot 6 seconden moeten tonen. En dan wil ik de collega's hier, Marietta Smit en Sanli, heel hartelijk bedanken voor jullie bijdrage, maar natuurlijk ook gewoon voor het harde werk dat jullie doen om te zorgen dat de fondsen zorgen voor rendement voor jullie als klant en voor een betere wereld voor ons allemaal en voor onze kinderen. Fijn dat u gekeken heeft en tot een volgend webinar van ASN Bank.